Rijkswaterstaat renoveert de 3 sluis- en stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek. We vervangen de technische installaties en de beweegbare delen van de stuwen en sluizen. Verder repareren we de betonconstructies en schilderen ieder complex. De bediening van alle 3 de complexen gaat over naar 1 centrale locatie. Daarvoor is in Amerongen een nieuwe bediencentrale gebouwd. Centrale bediening betekent dat Rijkswaterstaat sluizen en stuwen niet meer lokaal, maar vanuit 1 gebouw bedient. Een veilige en gecontroleerde overgang naar een centrale bediening vergt vooraf heel wat denk- en ontwerpwerk. Als daarna alle nieuwe informatie- en automatiseringssystemen zijn gebouwd, worden ze uitvoerig getest. Het testen van de nieuwe bediening gaat in stappen. Operators oefenen in een testomgeving verschillende scenario's. Hoe bedien ik in verschillende situaties een sluis en een stuw? Dan worden de nieuwe besturing en bediening geïnstalleerd in de lokale bediengebouwen en brengen de opgeleide operators de ervaring in praktijk. De nieuwe bediening is onderdeel van een groter netwerk van digitale systemen van Rijkswaterstaat. De netwerkspecialisten van Rijkswaterstaat controleren of het nieuwe bediensysteem goed aansluit op de bestaande netwerken. Hierin werken aannemer en Rijkswaterstaat effectief samen. De nieuwe bediencentrale staat op het middeneiland van het stuwcomplex Amerongen en ligt centraal ten opzichte van de andere stuwcomplexen in Driel en Hagestein. Het nieuwe gebouw past door zijn unieke vormgeving goed in het landschap. Primair is het gebouw bedoeld voor de operators, waar alle voorzieningen voor bediening en besturing overzichtelijk bij elkaar zijn gebracht. Via een groot aantal beeldschermen zijn alle complexen volledig te overzien en te bedienen. In de bediencentrale werken meerdere operators vanuit 1 centrale controleruimte. Het watermanagement en de scheepvaart worden daardoor op de hele Nederrijn en Lek in samenhang geregeld. Voor onderhoud of storingen hebben alle 3 de stuwcomplexen een servicegebouw met een compleet ingerichte bedienplek. Als het nodig is, kan van daaruit ieder complex afzonderlijk worden bediend. De overgang van lokale naar centrale bediening gaat in fasen. Eerst gaat het complex in Amerongen van lokaal naar centraal. Daarna volgen de locaties Hagestein en Driel. Het oude bediengebouw in Hagestein en Amerongen wordt ontmanteld en afgebroken. Tijdens de verhuizing van een complex wordt in de bediencentrale de nieuwe software geladen. Het sluis- en stuwcomplex dat overgaat naar centrale bediening wordt na de koppeling aan de nieuwe centrale getest. Gecontroleerd wordt of alle systemen ook reageren zoals bedoeld. Een aantal operators heeft van meet af aan meegedacht over bijvoorbeeld veiligheid en het plaatsen van bewakingscamera's. De opgedane kennis dragen zij over aan hun collega's. Een operator heeft 2 taken: het waterbeheer en het schutten van schepen. Operators zijn niet meer locatieafhankelijk, maar kunnen alle 3 de locaties bedienen. Met de verhuizing naar een centraal bediend gebouw kan er 24 uur per dag, 7 dagen in de week bediend worden. Ten slotte is er het overdrachtsmoment aan operators en beheerder en is de bediencentrale Amerongen klaar voor de toekomst.